Gilbarnes. Hapkido is een Koreaanse vechtsport waarbij de energie van de tegenstander gebruikt wordt om deze te vloeren. Nou, Remy Buljanski ging op Urkis kijken bij sportschool Klaas Barends. Hij heeft in Korea gewoond om zich deze sport eigen te maken. Hapkido is een Koreaanse zelfverdedigingssport, waarbij de nadruk heel erg ligt bij het gebruiken van de kracht van de tegenstander. Dus je gaat er niet vanuit ik ben sterker, maar je gaat er vanuit van, eigenlijk ga je er zelfs vanuit ik ben slapper als die ander, maar ik weet zijn kracht te gebruiken om mezelf te verdedigen. Sport kenmerkt zich door elegante bewegingen. Er zit zelfs een bepaalde dansvorm in als je daar zo maar zeggen, in verder zou willen. Ja. En je merkt dat dat is iets wat vrouwen vaak aanspreekt. Maakt het jou nou zekerder? Het maakt mij zekerder, ja. Ja, maar hoezo? Nou, ik heb het gevoel dat ik mensen aan kan. Als er iemand mij bijvoorbeeld van achteren grijpt, dan kan ik dan gelijk een stomp recht in zijn bek geven. Paulus, wat haal je nou uit deze sport? Ik haal hier heel veel positieve energie uit. Ja. Heel veel zelfvertrouwen en echt stevig op je benen staan. Als je een kindje met weinig zelfvertrouwen binnen ziet komen en hij wandelt na een aantal lessen en wandelt die recht op de deur uit, dat is zeg maar waar het voor doet. Juist in onze stijl, zoals wij die beoefenen, heeft een zekere meneer Myung Jae-nam, dat is een Koreaanse naam, had juist verogen dat iedereen deze sport zou moeten kunnen beoefenen. Dus ongeacht of je nou man of vrouw bent, of je nou sterk of slap bent. Mm-hmm. En misschien heb je zelfs wel bepaalde een handicap of zo, maar dat je toch het mogelijk moet zijn om deze sport te beoefenen.